Welkom allemaal bij NL Magazine Going to the Movies. Naast mij zit mijn vriend Maurice Harout. En ik ben Patrick van der Wijk. En wij gaan praten over de film I, Tonya, die wij net gezien hebben. Ja. Ik had me er al een tijdje op verheugd. Ja. Janie vond ik heel erg goed spelen. Maar ik ben fan van haar nog uit de West Wing. Ja. Ze speelde de rol van de moeder, speelde ze in. Ja. Margot Robbie vond ik ook heel goed. Die gaan waarschijnlijk Oscar pakken. Die heeft ook als ze hem wint, heb ze hem verdiend, vind ik. Dick verdiend. Ja, ik denk de enige... Want die heeft wat moeten doen, hoor, om deze rol te maken. Ja, ik zeg het enige wie ze als concurrent heeft, is die vrouw van Billboards. Die ja, moeder. Zij speelt nog wel beter. Ik moet wel zeggen, zij uit fantastische rol, die moeder. Ja. Uit Billboards uitzijde Missouri. Maar Margot Robbie heeft echt... Deze film gedaan. Moeten trainen als een malle. Die heeft moeten schaatsen als een malle. Die heeft echt wel veel werk moeten plegen. Je ziet ook in die film dat ze de rol zeker serieus nam. Ja, zij draagt echt de film. De andere film had meerdere personages die het hielpen. Deze is gewoon... Zij was zo sterk. Klopt, zij was sterk. En... Moet zeggen, en heel dicht bij de waarheid. Zo, we hebben alle casting. Zo, fantastisch. En dat zie je pas aan het einde. Aan het einde. Op een gegeven moment zie je alle originele karakters hier weer terug. Ja. En ze is eigenlijk sprekend. Gewoon heel goed gedaan. Wat een gekke. Serieus. Ja, het is. Ze zei zelf van, we zijn rednecks. Maar dat zijn ze ook zeker. Wat idioten. Ja, ongelooflijk. Die zijn door de... Het is niet normaal. Dat die agenten die zeiden, het is zo makkelijk om jullie te pakken. Ja, dat klopt. Als jij over je creditcard gaat gebruiken, als je ergens iets gedaan hebt, dan wordt het lastig. Ja. Oh, dat was heel erg. Nee, dit is echt een... En het is ook wel een treurig verhaal, zeker. Zeker. Ze had een hoop talent. Ja. En ze had alles tegen. Alles tegen, klopt. Maar vanaf de gecko. Vanaf het begin af van het leven had ze alles tegen. Ja, die moeder was al. Die moeder is gek als een deur. Die spoorde al niet. Daar speelde die moeder. Die speelde fantastisch. En daarna zag je ook zo mooi, dat is... Je zag even heel kort dat beeld hoe ze dus werkelijk die moeder was. Ja. Dat heeft ze echt goed gespeeld. Heeft ze heel goed gespeeld. Ze lijkt blijfsprekend. Ja. Ze was alleen wat langer. Ja. Maar ze is snel bij haar. Maar het mooiste, ik vind het is nog steeds het mooiste personage, vind ik zelf, dat is die dikke. Die denkt dat hij veiligheidsexpert is. Die is ervan overtuigd ook. Ja. Die is niet gehinderd door enige kennis. Die man is helemaal gedisillusioneerd. En gedesoriënteerd. Want die man die denkt dat hij spion is. En de veiligheidsdienst wordt ingehuurd. En hij gelooft er zelf ook nog in elk verhaal. Hij is helemaal van die wereld af. Het is bijna een film. Apart maar, die keer. Helemaal geestelijk. Helemaal van de kaart af is die man. Dat is zo'n mooi personage. En dan ook nog aan het einde een stukje echt beeld zien van hem. Terwijl hij de dingen zegt... Die ook in de film... Dat je denkt... Het is niet gespeeld. Die man is echt... Hij is in echt ook niet goed. Wat een man is dat, zeg. Hè? Nee, dan maakt hij die film nog sterker. Dan maakt hij die film nog sterker. We weten niet meer hoe die heet, die hele man. Want... Swan is die. Geen idee. Maar je moet wel kijken. Als je een dikke fan zegt... Die zegt dat hij bij de spion of dingen... Dan weet je meteen weer waar we het over hebben. Want dit is echt een film... Die je wel even moet gaan kijken in de bioscoop. Ja. Deze pak. Hè? Ja. Deze moet je gewoon hebben. Dit is toch wel omdat het gewoon. Dit wordt een van de films van dit jaar. Of misschien afgelopen jaar, want hij is ook eerder uitgekomen. Ja. In Amerika is hij eerder. Voor ons is hij begin dit jaar uitgekomen. Ja. Dus dit is wel een film die. Je hoeft helemaal niet van kunst gaat. Nee. Wat trouwens wel mooie scènes fantastisch, waren. Precies. Fantastisch. Ja, het gaf. Maakte nog meer. Kunst gaat is ook wel een mooie sport. Ik moet hier niet zeggen dat ik er naar kijk. Nee, maar als ik het dan zie. Dan, ja. Nee, maar, nou, mooi. Nee, maar ook hoe ze dat ook precies in deze film naar voren brachten. Die speciale techniek. Ja. Iedereen weet nu waar die techniek was. Triple Axel. Die was gewoon heel bijzonder. Klopt, bijzonder. En als wij nu kijken en iemand doet die. Ja, dan weten we. En dan wordt geklapt. En nou, een mooi sprongetje. Ja, maar niet te weten dat hij zo technisch zo moeilijk was. Nee. Dus ja. Dus dat maakt dat. Ja, ze gaan hem gewoon goed in elkaar gezet. Ja, heel goed. Ja. Dus zullen we cijfer geven? Ja, laten we cijfer geven. Ik geef hem een 8,5. Dik aan. Ja. Ik geef hem een 8 min. Oké, dan zie je. Dus wat dat betreft ligt wel goed. Want hij was wel. Ik vond hem wel heel sterk. Ja. Maar ik had ook momenten erbij zitten. Ik dacht van. Ja, nee, maar ik vond het ook om de originaliteit. Nou, kom maar, weet je wel. Ja, hij is niet snel. Hij is niet snel. En soms is hij, ik weet niet of dat per opzet dan te langzaam is, maar... Ja, ze hebben het als een soort documentaire laten zien. En dat klopt, maar ik vond het wel goed. Ja, nou, 8 min is nog steeds geen kattenpris. We hebben vorige keer Black Panther gesproken met 7. Ja, dus wat dat betreft is dit dan even vast verhaal? Ja, maar het is ook een heel ontype film. Je mag het eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Nee, dat is ook zo. Pakfilm is de laatste pakfilms die Pathé Alternative movies, die zijn toch wel cinema. Ja, maar weet je het is? Wel goed hoor. Ja, het is blijkbaar tegenwoordig als je een goede film moet hebben, waar een goed verhaal zit, moet je altijd even op pak kijken. Ja, maar dat is toch ook raar eigenlijk? Eigenlijk hoort dat niet, hè? Dat je dus nu zo'n film zoals The Post met Meryl Streep en Tom Hanks. Dat was vroeger geen pakfilm. Dat was gewoon een Tom Hanks en Meryl Streep movie. Ja. Wat?
En nu is het pak, nu is het alleen alternative. Ik stel je voor, omdat het een verhaal heeft, is het nu alternative. Ja. Heel raar hoor, maar goed. Ja, dat is wel belangrijk. Misschien is het een nieuwe lijn of zo. Ja, ja, dan weten we dat. Dus, maar dus niet denken, ik zie pak ervoor staan, oh, die is niet voor mij. Die is zeker ook voor jou. Ja, precies. Dus ga kijken, ga naar de bioscoop. Ga kijken, lekker. Okay. Tot de volgende keer. Doeg.